Hey allemaal, welkom terug bij Lara Crafts. Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is de video echt super speciaal voor mij. Het is echt heel bijzonder, want na 4 à 5 jaar is mijn droom eindelijk uitgekomen qua aankopen. Ik heb in Parijs mijn allereerste Dior-handtas gekocht. En voor mij was dat echt iets dat al heel lang op mijn bucketlist stond. Dus ik hoop alvast dat jullie deze video gaan leuk vinden. Geef het zeker een like. Alsjeblieft druk op de rode knop hieronder. Voor ik mijn unboxing met jullie ga starten. Mijn absolute droom wat Dior betreft is uiteraard een Lady Dior. Dat is gewoon een klassieker van het huis. Maar die prijzen zijn echt gewoon heel hard gestegen in Rome. Was ik in Dior in 2021 en daar heb ik een Dior gepast, een Lady Dior. Super mooi en toen kostte die €3.500. Nu vandaag kost dezelfde Lady Dior €5.500, dus bijna €2.000 voor hetzelfde wat erbij komt. En al bij al begin ik het een beetje in twijfel te trekken of het die prijs wel effectief waard is. Natuurlijk, alles is in prijs gestegen, maar zoveel vind ik toch misschien een beetje overdreven. Dus ik ga nu niet binnenkort op jacht gaan naar een Lady Dior, maar een vintage one. Eentje uit mijn geboortejaar. Zou echt fantastisch zijn. Dat is 1996. Ik ga zien wat er op de markt komt. Ik ken 3 verdeelders in Europa die ik wel vertrouw en waar ik wel zou durven aankopen. En ik heb al uiteraard al een paar keer gezocht. Maar het is altijd al een zwarte geweest en mijn droom is eigenlijk een lichtgrijze. Maar ik weet ook niet of ze toen al een lichtgrijze hadden, want ik zie eigenlijk altijd zwarte en ook de medium grootte, niet de small. En de large vind ik echt veel te groot. Dus ja, ik ga zoeken tot wanneer ik mijn gedacht vind. Ik herinner mij nog heel goed in Rome als ik die Dior vast had van ja, ik ga hem ooit wel eens komen halen. En ondertussen zijn we meer dan 2 jaar verder. En ja, ik kan echt niet geloven dat die prijzen zo hard gestegen zijn. Dus al bij al is dat iets dat ik mij altijd ga beklagen. Ik voel dat, want ik heb toen in Rome mijn Saint Laurent gekocht. En uiteraard is ze ook heel hard in prijs gestegen, meer dan €1000 ondertussen. Maar die Lady Dior is gewoon in mijn hoofd zo vastgegraveerd en ik krijg die er niet meer uit. En ja, dat is ergens toch wel een gevaarlijk teken. Nu, intussen is Dior mij heel dankbaar geweest, want er is eindelijk een mini-versie uitgekomen van de Lady Dior. Eigenlijk is dat een model van 2022, maar ik had daar nooit echt mijn aandacht op gevestigd, omdat gewoon mijn hoofd zo Lady Dior gebrainwashed was. En sinds kort ben ik daar meer en meer naar beginnen kijken. En ja, het is gebeurd. De aankoop is eindelijk gebeurd. En ik ga hem zo met jullie delen. Eerst en vooral een beetje het moraal van deze video. Voor ik zo ineens al de wegen op die tas. Mijn vorige vlog was een Parijs vlog. Want ik was begin september met mijn mama 1 dag in Versailles en 1 dag in Parijs. Want het was mijn verjaardag en ja, ik wil al heel graag naar Versailles gaan. En mijn vriend is niet zo'n type dat graag zo'n bezoeken doet. En ja, mama had daar wel zin in, dus we zijn gewoon samen gaan onder ons 2 1 nacht daar blijven slapen. De dinsdag zijn we naar Versailles gegaan en woensdag was het mijn verjaardag. En dan zijn we eerst naar Montmartre gegaan. Van Montmartre naar de Eiffeltoren, van de Eiffeltoren de metro genomen naar Arc de Triomphe. Om dan zo op de Champs-Élysées iets te eten en mijn aankoop te doen. De Champs-Élysées afgewandeld richting het Louvre. Vandaar snel de Galerie Lafayette eens binnengegaan om gewoon de koepel eens te tonen. Want ja, we hadden echt geen tijd meer om de winkels te bezoeken. Want onze trein naar Brussel-Zuid, de TGV, was om 8:30 en het was toen al 5 uur. En we moesten nog iets zoeken voor te eten, nog naar het hotel gaan om onze valise te oppikken. Dus ja, de tijd gaat echt super snel als je zo'n leuke dingen doet. Dus ja, al bij al was het echt een super krachtige trip. Maar ze hebben jullie wel een ideetje wat ik in Parijs ging doen. In de vlog dus van vorige week hebben jullie een korte sneak peek al gezien. Dus eigenlijk hebben jullie daar al een mini clipje gezien van mijn nieuwe handtas in mijn collectie. En ik hoop echt wel dat jullie hem even mooi gaan vinden als mij. Ik vind hem echt geweldig. Ik had eerst oprecht mijn twijfels omdat ik zo in die Lady Dior tunnel, ik zal het misschien zo weer noemen, zat. Maar al bij al ben ik heel blij dat ik eentje heb gekocht uit de Lady Dior collectie. Het is de Miss Dior Mini. Het heeft dezelfde structuur en ja, ik ben gewoon verliefd. Ik ga alvast mijn zakje erbij nemen. Ik heb hem in ontvangst mogen nemen in dit zakje. Dit is niet van papier, maar zo'n soort metaal.
Alhoewel denk ik niet dat ik het takje ga houden. Ik heb het nog eventjes gewoon op mijn plankjes gelegd voor het uitzicht. Maar ik vind de doos waarin de tas is meegekomen veel mooier. Dus uiteindelijk denk ik wel dat het takje gaat verdwijnen. Want zoals je hoort botst het ook echt continu en begint een beetje ambetant te worden. Maar al bij al, dit is dus de super mooie verpakking. Ik hou van wit, ik hou van goud. Iedereen weet dat goud mijn kleur is. Ik heb een wit kleedje aan met gouden knopjes. Dus het is gewoon voorbestemd. Het is grotendeels een cadeau van mij, voor mij, voor mijn eigen verjaardag. Ik vond gewoon echt dat het tijd was. En ik ben oprecht een vrouw van mijn woord. Want met oudjaar, van 2021 naar 2022, was ik met mijn vriend ook in Parijs. We hebben toen op de Champs-Élysées afgeteld. En toen zei ik echt van, er komt gewoon een dag dat ik naar hier kom om gewoon een Dior-tas te gaan halen. En ik ga uiteraard niet liegen, naar Parijs gaan was wel een beetje met voorbedachte raden. Het zijn dubbele plekken om naartoe te gaan, uiteraard. Maar ja, één Parijs is gewoon echt niet ver. Met de TGV zijn we daar op een anderhalf uur, wat dat echt super leuk was. En Versailles stond toch al heel lang op de planning. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dit is de doos waarin dus mijn tas gekomen is. Er stak uiteraard nog super veel papier bij. Maar dat heb ik intussen ook gewoon al weggegooid. Want ja, met zo'n papier kan je uiteraard niks doen. Wie echt een nette unboxing wil zien, moet gewoon naar mijn Instagram gaan. Want daar heb ik op het Louvre aan de mooie piramide mijn Dior-tas unboxed. En de grootste reden waarom ik dat eigenlijk heb gedaan, is omdat ik gewoon 100% zeker wil zijn dat ik effectief de juiste tas heb meegekregen. Want toen ik hem aankocht, ging de verkoopster met die handtas naar achteren en ze kwam terug met het zakje. En ik had zoiets van, oh, waarom is dat niet ingepakt voor mijn ogen? Zo echt zo een kleine paniekaanval binnenin. En ja, als ik hem toen aan het Louvre unboxed had, kon ik direct zeker zijn van, ja oké, het is de juiste. Anders had ik hem wel thuis unboxed, maar ja, maakt toch wel speciaal dat ik dat in Parijs heb gedaan. Want er is zo'n nieuw liedje uit, het noemt Prada. En ja, ik vond gewoon dat die unboxing perfect onder dat liedje past. Want er wordt effectief I Want Christian ingezegd. Dus ja, daarbij. Binnenin zat er ook een dustbag. Ik weet niet in hoeverre dat ik eigenlijk dat ga gebruiken. Ik zou zeggen, als je het meeneemt op reis, om in de valies te stoppen. Maar ik zou nooit mijn dure handtassen in mijn valies achterlaten om in te checken. Want je weet nooit niet als de valies kwijtgespeeld kan worden. Het kan allemaal. Dus of ik die dustbag veel ga gebruiken, trek ik eigenlijk in twijfel. Maar ik ga het sowieso wel bijhouden. Voor de meesten onder jullie gaat het waarschijnlijk super raar klinken. Maar voor mij was dat echt die aankoop iets van een last van mijn schouders. En dat zeg ik gewoon omdat dat iets is dat al zo lang op mijn wishlist staat. Wie mijn YouTube-video's van in het begin bekeek, weet gewoon dat ik continu over een Lady Dior sprak. En dat ik eindelijk een tas heb uit de Lady Dior-collectie, is er echt gewoon een grote last van mijn schouders gevallen. Ik heb dat toen ook tegen mama gezegd en die bekeek mij van, allee, was ik de geur niet. Maar ja, voor mij is dat echt wel een heel speciaal moment. En ook zeker omdat ik het op mijn verjaardag heb mogen kopen op de Champs-Élysées in Parijs, waar het uiteindelijk allemaal voor de Dior is begonnen, maakt het toch wel extra speciaal. En ik ga dat ook nooit vergeten. En ja, het is echt gewoon een droom dat uitgekomen is. Dit is het dus. Ik denk dat ik jullie al heel te lang heb laten wachten. Dit is mijn Miss Dior Mini. En al bij al vind ik hem eigenlijk niet zo mini. Want de afmetingen zijn 21 op... En nu ga ik eventjes spieken. Oké, hij is 21 op 11,5 centimeter. Op 4,5 centimeter. Dus er past wel redelijk wat in. Ja, uiteraard, je moet er geen flesje water of zo in steken. Want dat gaat uiteraard niet. Maar gewoon de dagelijkse, voor mij belangrijkste zaken passen erin. En dat is gewoon het belangrijkste. En eigenlijk vind ik het super grappig, want in Rome, dus 2 jaar geleden, kocht ik een medium Lulu-bag van Saint Laurent. Dat ik toen zei van, ja, als ik naar de stad ga, ik moet toch een flesje water en zo kunnen meenemen. Gewoon een tas waarin dat letterlijk alles past wat ik zou kunnen nodig hebben in die dag. En nu heb ik zoiets van, als mijn portefeuille, alleen mijn portefeuille, eerder mijn iPhone en mijn kaarthouder erin past, is het voor mij al oké. Echt raar hoe dan een mens van idee kan veranderen doorheen de jaren. Maar ja, dat wil uiteraard niet zeggen dat ik mijn Lulu-tas ga verkopen. Ik verkoop geen enkele tas, geen enkel designer item van mij. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, ik vind het gewoon grappig eigenlijk hoe iemand zo van idee kan veranderen doorheen de jaren. Dus voilà. Ik denk de grootste reden waarom ik zo ben veranderd van grote tassen naar minitassen, is omdat ik vroeger al mijn content shoot met een aparte camera en nu gebruik ik gewoon mijn iPhone 14 Pro Max.
Die er trouwens in past, dat is niet onbelangrijk. Het is de grootste iPhone en dat past er perfect in. Dus mocht je interesse hebben, daar moet je zeker geen zorgen over maken. Dat was ook mijn grootste issue, van oh, gaat ze er wel in passen? Want ja, de lengte is wel uiteraard lang genoeg, maar voor hetzelfde geld, ja, versmalt het of zo. Ergens in de tas dat je niet op foto kan zien. En ja, daarom ben ik het gewoon blij dat ik het in de winkel effectief heb gepast. Want als je het online bestelt, is het natuurlijk wel ambetanter als hij dan thuis toekomt en je wordt er helemaal verliefd op en je iPhone past er niet in. Dat is voor mij wel echt een grote afknapper. Deze handtas is dus, zoals ik zei, eentje uit de 2022 collectie. En hij is al een keertje in prijs gestegen. Hij heeft al recent een prijsstijging gekend. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga het echt in toog houden. In hoeverre deze duurder gaat worden binnen 2-3 jaar. Of misschien zelfs nu al met nieuwjaar. Want het is wel gekend dat alles zo met ongeveer 5% rond nieuwjaar stijgt. Dus ja, we will see. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het nu heb gekocht. Nu dat er nog niet al te veel prijsstijgingen zijn geweest. Want mocht ik die niet gehad hebben, zou ik het mij echt terug super hard beklaagd hebben. Ik ga geen fouten 2 keer dezelfde keer maken. Uiteraard heb ik vooraf wel mijn research gedaan en ik wist wel welke tassen ik even wou passen voor ik de beslissing nam. Maar volgens de foto's op internet ging sowieso mijn voorkeur al uit naar deze. Wat ook grappig was, want in het begin was ik eigenlijk niet zo'n fan van dit systeem. Op de foto dan, toch niet in het echt, want ja, ik heb het natuurlijk maar alleen vorige woensdag gepast. Maar ja, heel grappig eigenlijk hoe dat ook mijn idee daar is veranderd. Ik wist wel zeker dat ik een tophendeltas wou. En ja, ik was zelf heel verbaasd hoe ik kon verliefd worden op dit model. De Dior-winkel trouwens op de Champs-Élysées is echt vrij in begin. Als je van Arc de Triomphe komt afgewandeld. Dus het is echt een van de eerste winkels dat je ziet. Je kan er uiteraard niet naast kijken, want hij is echt wel vrij groot en echt super modern. En de gevel van buiten is echt oh, super pretty. En ja, ik had daar een verkoopster dat echt super vriendelijk was. En ik vroeg dus 3 tassen om te passen. Uiteraard was deze eentje. Dan had ik nog de Mini Caro. En dan nog een soort pouch. Niet echt een handtas, maar gewoon eerder, ja, ik ga het gewoon stout zeggen, een toiletzak met een ketting aan. En dat gevoel had ik ook echt toen ik die paste. En eigenlijk paste er gewoon ook alles in wat ik wou. Mijn iPhone paste erin, mijn lippenstift, alles paste er gewoon in. Maar het was gewoon een raar zicht, omdat die maar 1 centimeter breed was. En ik weet ook, als ik die neerzette, die viel altijd omver. Dus ja, uiteindelijk is dat niet echt een handige tas. Het was ook enkel met een ketting, dus geen tophendel. En het scheelde hem wel echt 1000 euro. En uiteindelijk, hij viel mooi en het zag er gewoon wel mooi uit. Maar het was gewoon, ja, vreemd om precies zo het gevoel te hebben dat je een toilettas hebt als handtas. En daarom heb ik die dan laten vallen. Maar ik ben wel blij dat ik die heb gepast, want nu kan ik die ook gewoon echt uit mijn hoofd zetten. Ik heb ook de Mini Caro gepast en ik vond die ook echt super mooi qua uiterlijk. Het gouden, want die ketting was geel goud, vond ik ook echt super super mooi. Die viel gewoon al op van ver. De grootste afknapper daar, en dat is echt gewoon ook een van de 2 redenen, of er zijn 2 redenen waarom ik deze heb gekozen en niet de Mini Caro pouch, is omdat de flap op de achterkant niet breed genoeg was voor mijn iPhone. Hij kon er niet volledig in. Dat was reden nummer 1 en 2. Ik wou echt een tas met een tophendel. En die Mini Caro heeft dat niet. Dus daarom heb ik toch voor deze gekozen. Ik moet wel zeggen dat de Mini Caro iets korter viel. Dus iets hoger bij mijn heupen. Eerder zo richting, ja, tussen mijn navel en mijn billen, ik zal het zo zeggen. Die viel een beetje korter. Deze valt een beetje lager. Maar al bij al zou dat verschil ook echt niet gemaakt hebben. Ik ga de video proberen niet te lang te maken, want als het over Dior gaat, kan ik natuurlijk uren en uren babbelen. Maar dat ga ik uiteraard nu niet doen. Dit is dus de Mini Dior. Nee, ik ben verkeerd. De Miss Dior Mini. Maar ik moet het even deftig uitspreken. Je hebt die in superveel kleuren. In zwart, een beetje rozer, maar ook nog beige. Zo'n heel raar kleurtje, maar wel niet mis, zwart, ja, gewoon de standaardkleuren. Niet in het lichtgrijze, want ik denk, moest die ook in het lichtgrijze zijn geweest, als de Lady Dior dat ik nog altijd wil, denk ik dat ik wel voor de lichtgrijze zou geweest zijn. Al bij al, ik heb heel veel beige in mijn kledingkast, zeker nu de herfst en de winter voor de deur staat. Ik heb superveel beige truien en ik kan gewoon al zo outfits uit mijn kast nemen, die ik met dit ga kunnen combineren zonder dat ik daar 2 keer over moet nadenken.
Dus ja, dat is natuurlijk wel een pluspunt. Ik ga alleen maar zakken kopen in neutrale kleuren, want die kan je gewoon natuurlijk met alles combineren. Ze hebben ook wel wat fellere kleuren, zoals muntgroen, en dat vond ik ook echt wel super cute. Maar ja, dat lijkt mij zo meer een tasje voor nu, lente, zomer. Maar eens de winter eraan komt, denk ik niet dat ik voor zo'n kleur zou gaan. En al bij al, ik ben altijd in het neutraal gekleed. Dus ja, ik zie niet echt in waarom ik voor een kleurdere tas zou gaan. Hij heeft hier een super mooi bedeltje met Dior op, wat echt super schattig is. Wat wel een angst was van mij, is dat als je hem opende, dat je het heel erg zou horen. Maar eigenlijk valt het heel goed mee. Ja, als je er echt op let, is het zo van, oh man, uiteraard. Je doet dat niet om de 5 minuten open. Dus het is ook mijn eerste handtas in lamsleer. Daar ben ik ook wel super benieuwd naar. Want het schijnt dat dat zo wel durft af te geven met jeans en zo. Dus ik ga daar wel zeker op letten. De ketting, het bedeltje en hierbovenaan deze twee metalen zijn champagnekleur. Dus niet geel goud, niet gewoon goud, niet zilver, maar champagne. Ik denk ook dat dit de enige versie is qua kettingen en van metalen dat je momenteel kan vinden. Ik weet niet in hoeverre dat ze daar nog kleuren in gaan bijdoen. Waarschijnlijk wel naar de toekomst toe. Je kan hem zo dragen. Apart, de ketting is afneembaar. Je kan hem ook gewoon zo dragen. Je kan hem crossbody dragen. Je kan er zelf een shoulderbag van maken. Als je de ketting hieronder steekt, dan kan je er een perfecte crossbody van maken. Ik vind het heel leuk hoe je die tas op verschillende manieren kan dragen. En eigenlijk, stel je voor dat het zo'n trouwdag is, kan je dit ook echt gewoon perfect als een clutch gebruiken. Dus ja, voor mij was dat ook al een winnaar. De ketting kan je eraf nemen, zoals ik al zei, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Omdat ik niet zo'n fan ben persoonlijk van clutchen op zich. Ik denk dat ik eerder een persoon zou zijn dat eerder zo snel gaat verliezen. Moest ik gewoon met de tophendel rondlopen. Daarom lijkt het voor mij wel veiliger dat ik die gewoon ook altijd zo zou dragen. En al bij al vind ik het wel mooier zo. Het straalt zo echt zoiets cool uit en ik vind dat echt super leuk. Dus ik denk dat ik het gewoon zo zou dragen, crossbody en als een shoulderbag. Ik heb hem trouwens voor de eerste keer naar de Aldi echt super belachelijk gedragen als een shoulderbag. En het was heel raar eigenlijk om in zo'n tas gewoon boodschappen te doen. Maar ja, het dient gewoon uiteraard om te gebruiken en ja, no shame. Deze tas wordt eigenlijk niet echt aanzien als een handtas, maar eerder als een wallet on chain. Omdat het gewoon vrij mini is. Achteraan heb je dus een grote flap waar echt, ja, mijn iPhone past er hier zelf in. Dus dat is voor mij echt een grote plus. Je hebt hier een tophendel. Hier kan je het openen met een magneetje. En binnenin heb je dus twee grote vakken, wat het echt wel interessant maakt. Nu steekt er momenteel mijn kaarthouder in, mijn tashouder, sleutels en een pakje zakdoeken. En mocht ik willen, zou ik mijn iPhone hier nog perfect kunnen insteken. Maar ik ben nu aan het filmen met mijn iPhone, dus momenteel is dat niet echt een optie. Maar ik denk persoonlijk ook niet dat ik mijn iPhone altijd in mijn tas zou steken. Ik denk niet dat ik die altijd hierin ga steken. Dat vind ik ook gewoon echt super handig aan zo van die tassen. Dat je gewoon hier een gemakkelijke flap hebt, zodat je die niet altijd moet openen en sluiten. En er past echt wel nog vrij veel in. Want volgens de website staat er dat die tas geschikt is voor een iPhone, een lipstick en een kaarthouder. En ik heb zoiets van, check wat ik er nog allemaal kan bijsteken. Dus ja, uiteraard meer eigenlijk op de dagelijkse basis heb ik niet nodig. Mijn kaarthouder is voor mij voldoende. Ik ben iemand dat eigenlijk geen kastje meer bij heeft. Vroeger wel, nu totaal niet meer. En mijn tashouder, echt waar, ik heb daar in Parijs superveel complimenten over gekregen. Dat is zo'n fantastische aankoop geweest. En ja, ik ga dat nu gewoon altijd meenemen. Dus mijn lipstick, kaarthouder, sleutels en een pakje zakdoeken en mijn tashouder steekt er momenteel in en mijn tas sluit perfect. En je ziet ook niet dat die zo dikker komt of ja, in een rare vorm begint te staan. Dus ja, meer heb je eigenlijk echt niet nodig. De grootste reden ook buiten die camera dan, dat ik gewoon voor een kleinere tas ben gegaan, is omdat ik tijdens deze zomervakantie heel veel mijn witte glooitas heb gebruikt. En ik merkte gewoon dat die altijd vrij leeg was en ik vond dat eigenlijk niet meer leuk. En nu heb ik zo'n kleinere, compactere handtas, ja, dat gewoon efficiënter gaat zijn om mee rond te wandelen. De lengte van de ketting is 106 centimeter, misschien ook niet onbelangrijk. Maar op zich had ik ook wel bang van, want ja, ik ben vrij klein en ik had echt waar bang dat die handtas te laag zou vallen voor mij.
want ze is niet verstelbaar. Het is de ketting hoe je moet nemen en voor mij komt hij echt mooi. Dus ja, ik ben blij dat hij zo valt, want anders zou ik waarschijnlijk met lege handen naar buiten zijn gegaan. En dat was natuurlijk wel super spijtig geweest. Aan de ketting zie je trouwens ook super mooie pareltjes. Hier is er al eentje. Hier is er nog eentje. Het zijn er vier in totaal. En ja, ik vind dat gewoon echt super schattig. Dat geeft het echt zo een schattige touch. De ketting trouwens van de mini Caro is ook super mooi. Dat heeft zo die CD. En ja, dat is ook wel heel mooi geweest. Maar deze ketting vind ik ook wel uniek door de parels. En ook, er zijn hier kleinere stukjes, hier wat breder en dan die parels daartussen. Dus ik vind wel dat ze hun best hebben gedaan om die tas uniek te maken. En ja, het is gewoon echt een pareltje op zich. Ik was ook super blij dat die nog in deze beige kleur, beige crème kleur, beschikbaar was. Want mocht die er niet zijn, was ik waarschijnlijk ook met lege handen naar buiten gegaan. En dan was ik waarschijnlijk doorgewandeld naar Polijnen. Polijnen is niet ver gelegen van het Louvre. En dan was ik waarschijnlijk naar daar gegaan om de numero 9 te kopen. In de kleine versie, niet de mini, maar de kleine. In het lichtgrijs. Ik vind die ook heel mooi. Ik ben zelf nu die winkel niet binnen gegaan. Omdat ik zoiets had van, ja, het is gewoon niet meer nodig. Die tas was precies zo verdwenen uit mijn gedachten. En ook leek ze mij niet zo super handig op foto dan. En ook als ik video's zie om daar iets in en uit te nemen. Want hij heeft geen apart slot en ja, de handvat hangt er ook zo vast aan. Dus je kan die ook niet naar beneden of zo doen. Dus ja, ik ga het voorlopig niet weten. Ik heb ze niet gepast. Ik ben niet naar de winkel gegaan. Maar dan wou ik gewoon nog even zeggen dat ik echt heel blij was dat die nog in deze beige te verkrijgen was. Anders ja, was het maar een triestige verjaardag geweest. Wat ik ook echt een grote plus vind, is omdat het toch eentje is uit de Lady Dior collectie. Dat het dezelfde structuur heeft van een Lady Dior, is ook zo die bolletjes. Dat voelt echt super, ja, ik ga niet zeggen raar aan, maar het ziet er gewoon echt super leuk uit. En ik vind dat wel ook super positief, want daardoor, omdat het geen glad leer is, gaat het ook niet snel krassen maken. Dus ja, dat vind ik wel positief. Ik denk de enige waar ik snel, in de zin van, ja, als je echt niet voorzichtig gaat zijn, zo op het handvat, maar ja, met mijn nagels. Ik ga er sowieso altijd onder, dus dat ik zo ga doen. Dus ja, ik denk wel dat dat een hele goede handvat is op vlak van krassen. En ik vind het super leuk dat ze die structuur van de Lady Dior hebben doorgetrokken in deze. Uiteraard denk ik wel altijd super goed na voor ik zo'n beslissing maak. Ik ben niet iemand dat 5 tassen of zo per jaar koopt van zo'n designermerk. Sommige influencers die ik dat wel doen en ja, ergens ben ik daar uiteraard wel jaloers op, wie niet. Maar ergens heb ik ook zoiets van, ja, ik build gewoon mijn eigen collectie op mijn eigen tempo. Het was nu 2 jaar geleden dat ik nog een handtas heb gekocht. Ja, uiteraard heb ik nog een tas gekocht van Zimmermann. Nee, geen tas, sorry. Een short gekocht van Zimmermann en zo schone en van designermerken. Maar nooit iets gekocht van zo'n groot bedrag. En ja, nu ben ik gewoon blij dat er terug een handtas in mijn collectie is en eindelijk een Dior. En hier heb ik zoiets van buiten een vintage Lady Dior en een grote totebag van geen idee welk merk. Is mijn collectie eigenlijk vrijwel compleet, maar uiteraard als ik iets moois ga zien, gaat dat ook altijd in mijn hoofd blijven spoken. Bijvoorbeeld, je hebt een Louis Vuitton Speedy, maar je hebt ook zo'nzelfde modelletje in Celine. En oh my god, die tassen zijn echt schitterend, die zijn super mooi, super cute. Maar ja, dat is niet iets voor nu. Ik denk, ik zie mezelf geen handtas kopen in de komende maanden, misschien zelfs komende jaar. Of ja, misschien ga ik er terug 2 jaar tussen laten. Ik moet echt verliefd zijn op iets. En ja, dit was gewoon voor mij echt, het is nu. Want anders, door die prijsstijging, ga ik het mij terug beklagen. En ja, ik ben blij dat ik het gekocht heb. En ja, ik ga er sowieso nooit spijt van hebben. Toen ik mijn akkoord gaf van ja, ik ga ze kopen, werd het eigenlijk wel gênant. En ik wil dat verhaal toch wel eventjes delen, want ja, ik was eigenlijk heel blij dat ik niet alleen was in die winkel. Dus ik gaf mijn akkoord, de verkoopster nam de handtas mee naar achteren. Ik moest een account aanmaken van de Dior-winkel zelf en ik wou betalen en mijn kaart werd geweigerd. Ik ben voor mijn zichtrekening bij KBC, er stond meer dan geld genoeg op. Ik heb de laatste 24 uur daar zelf nooit een transactie gedaan met mijn bankkaart. Mijn limiet van de transactie, van mijn daglimiet, stond hoog genoeg. Dus ik snapte echt niet waarom dat mijn kaart werd geweigerd. En ja, ik vond dat wel super gênant, want ik weet gewoon niet dat er meer dan geld genoeg op stond.
En ja, dan heeft mijn mama een account moeten maken van die jaar. Ik heb haar naam gewoon ingevuld, maar met al mijn gegevens heb ik gewoon de mails en zo ontvangen. Want ja, zij gaan nooit iets van Dior kopen, daar ben ik wel vrijwel zeker van. En zij heeft toen betaald met haar visakaart. En ja, ik was heel blij dat zij er was, want voor hetzelfde geld was ik daar alleen. Zei ik van, ik doe een solotrip naar Parijs alleen en ik koop mij een tas en ik zou niet eens gekund hebben. En ja, ik vond dat wel super gênant. Ik moet nog altijd eens kijken met de bank hoe dat juist kan, want ik heb eigenlijk intussen nog altijd geen transactie gedaan. Effectief, je ziet dat met mijn bankkaart. Ik heb een overschrijving gedaan met mijn gsm zelf en dat ging perfect. Dus ik snap niet wat de fout kan geweest zijn, wat het probleem kan geweest zijn. Ik denk niet dat ik dat te maken kan hebben met het feit dat ik niet in België was. Dus ja, ik wil dat wel een keer gaan horen, want het interesseert mij wel. Want ja, ik vond dat toen wel echt van, oh my god, nu wil ik echt, ja, mijn moed was echt zo'n onder de grond aan het zakken toen. Al bij al eind goed, al goed. Ik ben mama elke dag iets aan het overschrijven, want ja, die limieten die liggen natuurlijk niet zo hoog. Al bij al, ja, ze gaat daar heel sowieso terugzien, dat weet ze ook. En daarna kregen wij champagne en mama vroeg fruitsap. En zo heb ik toch nog champagne kunnen drinken bij Dior op de Champs-Élysées op mijn verjaardag om het helemaal af te maken. Ik mocht er natuurlijk wel een klein bedrag aan afhouden als haar deel dan van haar cadeau voor mijn verjaardag, want ze had mij niks gekocht en dat moest ook niet. Ik zei dat ook zo van, ja, ik ga wel in Parijs iets kiezen, uiteraard al met de gedachte van deze tas te kunnen meenemen naar huis. Maar ja, ik ben heel blij hoe het uiteindelijk wel gelopen is. Nu vind ik het eigenlijk nog altijd grappig, want ik zie mijzelf nog zeggen voor de camera, voor mijn YouTube-video's, van ik vind het super leuk hoe Lady Dior een dikke band heeft. Dan ga ik mij veiliger voelen, want dan heb je meer een gevoel dat je de handtas bij jou echt draagt. En nu koop ik iets zo compleet tegenovergestelde, iets met zo'n ketting. Maar ja, ik vind het gewoon super bijzonder en ik ben heel blij met deze handtas. Ik zou er echt niks aan veranderen. En ja, het is gewoon echt voor mij nog altijd een droom. Ik kan het nog altijd niet beseffen dat ik eigenaar ben van een Dior-tas. Ik moet straks trouwens naar een feestje en ik ga ze meenemen. En ja, ze gaat voor de eerste keer onder de mensen komen. Dus ja, super benieuwd. Ik ben ook echt super benieuwd om daarmee content te gaan shooten in de stad. Ik kan echt niet wachten eigenlijk totdat het terug herfst is. Dat ik mijn beige trui kan uithalen. Dat ik daarmee gewoon echt super mooie foto's kan maken. Ik zie zowel de outfits voor mij en ja, ik ben echt super enthousiast. Uiteraard mogen jullie zeker nog een review verwachten van deze handtas als ik deze een paar maanden heb gebruikt. Ik ga deze sowieso super veel beginnen gebruiken, want mijn andere twee heb ik nu wel een paar jaar. En het wordt eens tijd voor mij ook voor vernieuwing. Ik ga ze uiteraard nog gebruiken. Maar ja, ik ga wel eventjes meer aandacht schenken aan mijn nieuwe aanwinst hier. En voor nu ga ik dus de video hier afronden. Heb je vragen over de tas? Laat ze zeker achter in de comments. Heb je een privévraag en je wilt het niet daar stellen? Ga dan gerust naar mijn Instagram. Ik ga het sowieso beantwoorden. Hopelijk vind je het leuk. Hopelijk vind je mijn tas ook mooi. Geef het zeker een like. Druk alsjeblieft op de rode abonneerknop hieronder. En dan zie ik jullie volgende week super graag terug met een nieuwe video. Bedankt om te kijken. Tada!